Goedenavond, welkom bij de niet zo serieuze sprookjes met Geron de Wulf en mijn beste vriend Christophe Stielen. Ondertussen. Beste vriend, ja. We zitten nog altijd in Café de Charlatan in Gent. En het sprookje dat we moeten vertellen is het sprookje van de verliefde appel. Er was eens een verliefde appel. En de verliefde appel was groen, met een heel klein rood stipje. En hij hing aan de boom op 10 centimeter naast een andere appel. En die andere appel was zo mooi dat hij daar verliefd op werd. En dat rood stipje, dat botste, dat was eigenlijk het hartje van het appeltje. Koekoe. 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 Het was een Jonagold. Koekoe. Koekoe. Wat naast... ik kan zien, klinkt koekoe, 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 koekoe. En naast... Pink Lady klinkt... Pink Lady. Deze klonk koekoe, koekoe, koekoe. Dat is ook koekoe. Interessant. Dat is Jonagold. Dus naast hem hing een Pink Lady, maar doordat elke appel vasthangt aan de boom, ja, is het onmogelijk om dichterbij te komen. En elke dag hadden ze wel gesprekjes. Ja, het was ook een heel bijzondere boom waar 3 verschillende soorten appelen aan groeiden. Een sprookjesboom. Een sprookjesboom, tuurlijk. En elke dag vroeg de Jonagold van, hey, wat is jouw naam? Mijn naam? Wil je mijn naam of wil je de naam van mijn buurvrouw? Nee, jouw naam, Pink Lady. Mijn... Ja, daar heb je het al. Ah, jouw naam is Pink Lady. Mijn naam is Pink Lady. Wauw, ik ben Jonas. Jonas? Jonas Gold. Appel? Jonas Gold. Oh, jeetje. Hoe zou dan Kanzi heten? Kanzi, hoe heet jij? Hoe heet Kanzi? Kan zijn naam niet lezen. Dus die heeft dat nooit geweten. Naast Granny Smit. Maar goed, dat doet er niet toe. Nog een vierde appel. Ja, een boom vol appelen. Ja. Ja. Pink Lady. Ja, oh Jonas. Wat wil jij later worden? Ik wil echt waar appelsap worden. Maar de beste die er is... Ah, zei Jonagold, ik wil graag appelspijs worden. Met brokjes. Met brokjes, zo heb ik het liefst. Echt? Hou jij van brokjes? Ja, de gesprekken waren vreemd en leuk tegelijkertijd. Maar die liefde kon nooit dichterbij komen omdat ze vasthingen aan de boom. Behalve misschien met een beetje wind. Met een beetje wind en een beetje voortbestemming. En toen keek Pink Lady naar omhoog en ze vond een bondgenoot in haar strijd en zei... Hey, jij, Theo de eekhoorn. Kom mij helpen, Theo. Theo klom naar het appeltje, maar in volle snelheid. Eerst naar boven, want dat doen eekhoorns heel zenuwachtig. Zo 2-3 keer. En dan stoppen aan de juiste tak. Over de takken. Met volle evenwicht, weet je, met dat staartje. Fla. Komt zo bij de Pink Lady en zegt... Hey, Pink Lady, kan ik voor u iets doen? Ja, knaag mij los. En de eekhoorn... En knaagde de Pink Lady los. En de Pink Lady viel 3,5 meter naar beneden. Nu zei Jonas, maak mij ook los. En... Wacht, bijt mij niet los. Maar de eekhoorn was niet te houden en beet ook Jonas los. Het was een hogere tak... En beide appels vielen in stukken uiteen. Bleven daar liggen en waren voer voor de wormen. Maar op de een of andere duistere manier was hun droom wel uitgekomen. Er waren brokjes bij de Jonagold. En er was een beetje sap bij de Pink Lady. Ja. Maar wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat als een vrouw onbereikbaar is, laat ze dan vallen... Dames en heren, Christophe Stielen. Geron de Wulf.